Mijn naam is Marlies Dekkers en ik ben projectleider van de Verlengde Maandenweg. En we gaan vandaag even kijken naar de tekening van de Verlengde Maandenweg. En ik ga u vertellen wat we gaan doen in de Verlengde Maandenweg en hoe dat dan op tekening eruit ziet. En wat gaan we doen? We gaan de riool vervangen. En daarvoor ziet u hier niks op de tekening, maar dat gebeurt allemaal in de ondergrond. En daardoor moet de bovengrond allemaal uit. En we willen ook de bovenkant beter inrichten voor fietsers. Nou, en die beide zijn aanleiding om ook iets met parkeerplaatsen te doen en ook iets met het trottoir. En als we dan toch bezig zijn, willen we ook graag nog wat meer bomen terugplaatsen in de straat. Nou, en dat staat hier op tekening. Dit is de Verlengde Maandenweg. Alles wat opkleurt is waar we met het project aan de gang gaan. Want de Verlengde Maandenweg is nog langer. Het begint hier. Bij de Kerkweg loopt ook Verlengde Maandenweg. Dat is bij het Zomaartrein. Dat deel wordt aangepakt als het Zomaartrein ook afgerond is. En datzelfde geldt hier aan het eind. Daar is de Kolkakkerbuurt. En als de Kolkakkerbuurt klaar is, dan gaan we het deel vanaf de Talmalaan inrichten. En op hoofdlijnen gebeurt daar hetzelfde als wat hier in dit projectgebied gaat gebeuren. En hoe ziet dat eruit? We gaan een rijbaan aanleggen, grijs asfalt voor het autoverkeer, met aan de zijkant rode asfaltfietsstroken. Zodat het goed toegankelijk is, ook voor de fietsers. En bij elk kruispunt komt een plateau. En die ligt dus iets verhoogd in de weg en dat werkt snelheidsremmend. Naast de fietsstroken liggen de parkeerplaatsen. Die krijgen een nieuw uiterlijk. De trottoirs krijgen een nieuwe bestrating, maar gewoon grijze 30 bij 20 betontegels. En verder ziet u veel groene cirkels die staan voor de bomen. De donkergroene bomen blijven bestaan. De lichtgroene bomen, dat zijn nieuwe bomen. En waar een rood kruis door staat, die gaan verdwijnen. En al met al komen er iets meer bomen terug dan dat er nu in staan. Dat is op hoofdlijn het verhaal. Wilt u meer weten wat er in details op deze tekening staat, dan moet u blijven kijken. En dan maak ik de overstap even naar de legenda, want hier staan wat er in detail te zien is op de tekening. Zoals aangegeven net zo, elk legenda vakje heeft vaak zijn eigen kleur of eigen tekenen. Die komen op de kaart terug. Het grijze deel is het asfalt. Rood is het rode fietsasfalt. En op de plateaus, daar komen rode straatklinkers in te liggen. Dan zoomen we even in op echt detailniveau. Dan kijken we op het perceelniveau van als je hier nou woont, hoe zit het dan met uw inrit? Nou, de inritten staan aangegeven met deze rechthoekjes. Dat geeft precies aan hoe breed uw inrit wordt. Hier voor de even zijde en hier voor de oneven zijde. En wat u ook hier kunt zien is dat hier komt een nieuwe straatlantaarn, of eigenlijk niet nieuw, maar deze wordt verplaatst. Er komen geen nieuwe straatlantaarns. Op een enkele plek wordt de bestaande straatlantaarn, die stond hier, en die wordt hier naartoe verplaatst. Op twee plekken komen plantvakken voor. In dit deel, bij de Kamperfoelielaan, hier komen wat plantvakken terug. En in dit deel, net voorbij de Klaprooslaan, komen plantvakken terug. En als we dan kijken, dan ziet u daar kleurtjes. En die komen overeen met de kleurtjes hier in de legenda. En bij de legenda staat beschreven welke plant het is. En u ziet wel, het is best een kleurrijk geheel. Niet alle planten komen voor, maar we hebben een beetje planten gekozen die op verschillende momenten bloeien, zodat er altijd wat in bloei staat. Nou, dat was wat we u vandaag wilden laten zien. We hopen dat het duidelijk was. Het ontwerp is in principe definitief, maar natuurlijk kunnen we een fout gemaakt hebben. Laat het ons weten. Mocht u vragen hebben, ga naar het contactformulier op onze website en dien uw vraag of opmerking in. Bedankt voor het kijken.